plan. Hey! Energie, heel veel energie. Heb jij ook heel veel energie? Dan weet je wat je moet doen. Fly! Leave your entries in the Discord server. Bros. And I watch submissions in the next episode of Fly. Maar welkom lieve mensen en leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe Fly. Wat? Naar een gloednieuwe Fly. En ik hoop dat jullie er zin in hebben. Ik in ieder geval wel. Want ik heb jullie namelijk vorige week gevraagd om hele leuke memes te maken van mijzelf. Dus ik ben heel erg benieuwd wat jullie daarvan hebben gedaan. En of het leuk zijn of dat ze gewoon echt allemaal kut zijn. Want ja. Ja, dat kan ook. We gaan er vandaag in ieder geval achter komen. Maar mocht jij nog niet geabonneerd hebben hier beneden, doe dat dan vooral eventjes. En doe vooral ook even een duim omhoog als jij meer video's van mij wilt zien. En als je dit leuk vindt, ook al heb je dit nog niet helemaal gezien. Maar hey, dat maakt niet uit, weet je wel. Je kan wel gewoon alvast liken, want... Okay. Doe gewoon even een duimpje omhoog. Oh, en dit is trouwens Gerda. Mochten jullie haar nog niet kennen, dit is Gerda. Hè? Mwah. Dat is mijn ex, by the way. Ik weet alleen niet wat ik nou vind van het gele licht. Zullen we roze doen? Is roze mooi? Vinden jullie roze mooi, jongens? Laat even in de reacties weten welke kleur jullie de volgende keer willen zien. Want dat is zo spannend. Oh my god. Maar genoeg geluld voor nu, dus laten we gewoon gelijk beginnen met de allereerste meme. You can't defeat me. I know, but he can. No! Demonetization icoon, of course. Ja, yeah, dat is het icoon wat gewoon letterlijk elke YouTuber verslaat op de, ja, op de hele wereld. Zodra je dat icoontje ziet, dan kan je maar beter rennen, want you're fucked. Birth control effectiveness. Condooms 99%. Birth control pills 99%. Dat zijn dus die pillen die vrouwen nemen, waardoor ze zeg maar niet zwanger worden en al dat soort shizzle. Filmpjes van Pascal kijken 100%. ASMR. Really? Dus lieve stelletjes onder ons, mocht jij nou echt geen kinderen willen, kijk gewoon samen met mijn filmpjes. En je bent 100% verzekerd dat je geen kids krijgt. Niet mijn garantie, by the way. Doe het alsnog veilig met een condoom. Just in case. Ja. Yeah. 240p versus 4k. Ja, denk ik, is die block of meme nog steeds still going? Jesus, ik dacht dat het eindelijk over was, gewoon klaar. Maar nee, blijkbaar is het nog steeds een ding. Oké, ik hou ook van jullie jongens en meisjes. Maar 21 januari 2019 pak ik donder eindelijk op terug. Duurt even, maar ja, het wordt tof, geloof me. Pascal! Oh, ik lag te slapen. De kijkers hebben weer slechte memes gemaakt! Oh my god, wat een nachtmerrie! Oh shit, nee, niet weer slechte memes! Ze doen het elke keer weer! Eigenlijk zou deze ook andersom kunnen, dat de statenkijkers hebben goede memes gemaakt. Oh, wat een shocker! Ze hebben eindelijk goede memes gemaakt! PewDiePie versus Pascal. Ja, het is wel waar. PewDiePie is wel echt 10.000 keer groter en ja, ik ben 10 keer kleiner. Ja, accuraat. Coffee, you're my only friend. Pascal is origineel. Too dark. Gooit er wat melk bij. Pascal steelt van PewDiePie. Perfect. Wat kut! Jezus! Zo stom gewoon. Ja, gooi gewoon even wat melk bij en dan is het niks goed. Son of a bitches. Content. Jai. Luai. Fwaai. Wacht, er staat fwaai. Er mist een V in je meme. Maar als hij goed was, dan was het fly. Genius, boy! Genius! Yeah, jullie snappen hem. Ik steel van iemand die steelt van iemand die... heeft het waarschijnlijk ook wel van iemand gestolen. Welkom bij content op YouTube! Woo! Pascal 2016, ik ga nooit van mijn leven live op YouTube. YouTube live is voor sukkels. Maar, Pascal in 2017, It's Syntrax is live. Top, kijk live. Ja, het is wel waar. Voor alle nieuwe kijkers onder ons, ik was vroeger een fulltime streamer voor iets van 3 jaar lang. En ik had altijd een hekel aan live gaan op YouTube en YouTube video's maken. Niet zozeer een hekel eraan. Ik vond het gewoon niet tof om geassocieerd te worden met een YouTuber terwijl ik een livestreamer was en zo, weet je wel. Dus ik ging erop haten, bla bla bla. En kijk naar me nu. Hey, look at me now. I'm making videos on the internet. Hey Gerda. I'm making videos on the internet. Hè, plan? Hoor je dat plan? Making videos on the internet. Laten we doorgaan naar ja, volgende. I finally found it after 15 years. The scroll of truth. Nee. Oh my god, dit is ook die foto uit de krant. Dit is zo'n lelijke foto. Hier hebben jullie de volledige foto. Kijk hoe kut ik hierop sta gewoon. Dat ik dit ooit heb goedgekeurd om als foto te doen in de krant. Ik
Dat was mijn eerste keer in de krant, oké? Ik was zenuwachtig en durfde niet heel veel te zeggen, oké? Ja, nu zit ik met deze kutfoto. Top. Niet dat ik heel veel andere kutfoto's heb, maar kijk, die heb ik zelf gemaakt, weet je wel. Oh, kijk, en hier hebben we ook weer zo'n hele leuke meme van vroeger. Ik ga geen YouTube doen, ik verdien nog goed met livestreams op Twitch. Ik wil geen crema-natie zijn, maar livestreams is met een V, niet met een F. Voor de rest maakt het niet uit. Doe nu YouTube en heeft nog steeds geen 500.000 op je... Wel waar, terwijl iedereen van onze vriendengroep YouTube deed en zo, was ik aan het livestreamen en hun allemaal super groeien en shit. En ja, ik bleef livestreamen en ik ben nu aan het groeien. In ieder geval, ik doe mijn best. Jij kan helpen door te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Ik zal het heel erg waarderen. Please, please abonneer. Ik wil ook een keer de 500.000 abonnees hebben, alsjeblieft. Ik wil ook bij de groep horen. Please abonneer, of de plant gaat eraan. Grapje. We doen geen plantenpijn. Planten zijn onze beste vriend. Oh, dit is zo'n geweldige Engelse meme. My goal for 2009. 19 is to accomplish the goals of 2018, which I should have done in 2017 because I promised them in 2016 and 14 and planned them in. Wacht, waar is 2015? Je mist 2015 hierin. Het is wel waar. Het is zeg maar hetzelfde als mensen die beloven voor oud en nieuw. Van ja, nee. Volgend jaar ga ik afvallen. Ga ik stoppen met roken. En het jaar erop. Ja, nee. Ik ga echt stoppen met roken hoor. Dit jaar en afvallen en zo. Yeah. Ik doe nu trouwens de standaard mensen na. Met die voornames en zo. Ik rook namelijk zelf niet. En mezelf ook niet even dik. Als je kan zien. Ik weet niet of je dit dik vindt. Maar hey. Ik ben op zich best wel. Ja, slang. Ja. Yeah. Next meme! Ew, I stepped in shit. Pascal's ASMR video. Waarom al die haat op mijn ASMR video? Mijn ASMR video was de bom. Het was niet eens 100% ASMR, maar het was wel een soort van ASMR. Wat hebben mensen met mijn ASMR video? Waarom doen mensen altijd zo kut op de ASMR video? Welkom bij Fly. Oh well. Snap. Wat? Haha. Do my eyes defies me? Or is that the sword of a 1000 truths? I'm afraid it is. Ik kijk de video's van Pascal. Wow. Waarom altijd zo lullig over mijn video's? Ik bedoel, jullie kijken zelf mijn video's. En dan gaan jullie zo lullig over mijn video's door memes te maken over dat mijn video's kut zijn en zo. Maar jullie kijken ze wel, dus jullie vinden ze wel tof. Maar jullie noemen ze ook weer... Dang it! When you... Of course moet, ja. Yeah. Ik had niks anders kunnen verwachten dan dat uit die video een screenshot van mijn hoofd werd genomen. Oh man. En die werd gebruikt voor memes. Ik had niet anders kunnen verwachten. God dang it. Ik jank één keer in een video en er moet meteen weer een meme van gemaakt worden. Klootzakken. When you haven't checked the Bitcoin price in 3 minutes. Ja, yeah. Kut Bitcoin. PewDiePie zegt klap klap meme review. Time for Luai. Pascal is free real estate. Wat? Free real estate betekent gratis ontroerend goed. Ik snap hem dan nog steeds niet. Ik snap deze meme niet. Kan iemand mij deze meme uitleggen of ben ik nou gewoon echt zo dom? Haha! Oké, je hebt 4 knoppen. Je hebt een rondje, een kruisje, een vierkantje en een driehoekje. Waar ga je op klikken? 1. Je kan klikken op het driehoekje en je wordt Pascal. 2. Je klikt op het vierkantje en je steelt van PewDiePie. 3. Je klikt op de X. En Pascal schreeuwt in je oor. Of 4, je drukt op het rondje en je kijkt nooit meer naar de video's van Pascal. Ja, en daar wordt op gedrukt. Willen jullie me iets zeggen, jongens? Willen jullie gewoon zeggen, moet ik stoppen met video's maken, jongens? Al deze kutmemes die gaan over hoe kut mijn video's zijn. Weet je wat jullie kunnen doen? Jullie kunnen gewoon allemaal abonneren op mijn kanaal. Want waarom zou je dat nog niet hebben gedaan? Wil je dus meer video's van me zien? Abonneer dan zeker even op mijn kanaal. En druk op het duimpje omhoog als je deze video leuk vond. Dit was dan de Fly voor deze keer. Ik hoop dat jullie de memes leuk vonden. En daarnaast heb ik voor jullie een verrassing. Want vrijdag komt er een video online met een aankondiging voor een competitie. Maar wat voor competitie? Jullie zien dat in ieder geval vrijdag. Ik bedank jullie dan voor het kijken. En dan zie ik jullie bij de volgende video weer. Skip, skabadiep, skabadabba. Ja, Pascal. Hey Ronald. Yo. Alles goed? Ja hoor, met jou. Ja hoor, met mij ook. Pascal. Hey. Hey. Ronald, ik heb even hulp nodig. Zo. Mijn video is nog niet 10 minuten en ik moet hem vullen en dat doe ik door deze manier. Wil je wat leuks zeggen tegen mijn kijkers? Ja. Ik heb aanbijen. Dat is niet leuk. Dat is kut. Dat is echt kut als je dat hebt. Wat? Ik heb een salfje. Oh ja.
Oh, dat is wel fijn. Dus moet je... Ja, maar het kietelt heel erg. Ja, dat geloof ik best, ja. Maar die moet je dus elke dag aan je reet smeren. Dat zal ja, zo. Ja. Dat is wel kut. Ik heb die video bekeken laatst van hoe goed je me kent. Ik ben wel trots, ik heb mijn 50%. Ja, hè? Echt goed. Goed was dat, hè? Ja, ik ben echt enorm blij met je. Ja, dat is je bent goed. Echt een goede vriend, man. Ja, dat is goed om te horen. Dankjewel, man. Maar mijn beste vriend had alles goed. Oké, okay, nou, gelukkig heb ik nu genoeg voor de 10 minuten. Hé, hey, Ronald, bedankt, hè? Ja, nee, was tof. Mag wel de beschrijving? Oh, een tunnel! Oh, nee, dit is weer een... Fuck, hij hing op! God damn it!